Goedendag. De afgelopen 24 uur heeft zich boven de Golf van Mexico orkaan Milton gevormd. En orkaan Milton is niet zomaar een orkaan. Deze orkaan heeft zich in die tijd ontwikkeld van een tropische storm naar een categorie 5 storm. Afgelopen nacht werden windsnelheden van 280 km per uur in deze regio gemeten. Ja, dat is toch wel de zwaarste vorm van een orkaan die bestaat op de wereld. Inmiddels trekt hij over het zuidoosten van Mexico. Het oog ligt nog wel voor de kust. Maar daardoor heeft hij toch iets aan kracht moeten inleveren. Maar met kracht 4 is hij nog altijd wel vrij verwoestend. En de verwachting is dat het systeem de komende 2 dagen richting Florida trekt. En daar hebben ze natuurlijk al storm Helene vorige week gehad. De zwaarste orkaan sinds Katrina in die regio. Met het meeste aantal doden sinds orkaan Katrina. Dus ja, daar zitten ze natuurlijk niet te wachten op zo'n systeem. En de verwachting is dat het systeem toch wel behoorlijk wat schade gaat veroorzaken. Want komende avond en nacht is de verwachting dat hij weer opnieuw categorie 5 kan aantikken. En dan hebben we het toch over windsnelheden van 250 km per uur of meer. Nou, het systeem bevindt zich dan vooral boven open water. Een stuk van Cuba krijgt er dan nog wel wat van mee. Op zich brengt het nog niet heel veel schade met zich mee. Maar je moet zich voorstellen, als het systeem richting Florida trekt, ja, stuurt het ook een hoop water met zich mee. En men verwacht dan ook dat vooral dat water in combinatie met wind en regen voor veel schade kan zorgen. Zo is de verwachting dat in een bepaald gebied hier aan de kust van Florida de zee kan gaan stijgen naar 3 tot 5 meter boven gebruikelijke hoogte. En Florida ligt net als Nederland voor een deel onder de zeespiegel of anders slechts enkele meters boven de zeespiegel. Het is een druk bevolkt gebied met grote steden zoals Orlando, maar ook Miami hier aan de andere kant. Miami krijgt overigens er niet gek veel van mee wat betreft de zeespiegelstijging. Maar dit gaat natuurlijk voor enorm veel schade zorgen in combinatie met die wind. Want de verwachting is als het orkaan Milton eenmaal aankomt daar, dat hij nog altijd kracht 3 of misschien zelfs even kracht 4 heeft. En dan moeten we toch al rekening houden met windsnelheden die rond de 200 of zelfs meer dan 200 km per uur zijn. Ja, echt wel een zorgenkindje dus voor die regio. De verwachting is dat hij daarna snel de Atlantische Oceaan optrekt. In eerste instantie nog als een categorie 1 orkaan, maar door weerstand van het land en het ontbreken van warm zeewater onder zich zou het systeem snel uitdoven of in ieder geval tot een wat meer reguliere stormsysteem ontwikkelen. En ja, waarom kan dat systeem dan zo snel zo krachtig worden? Nou, het heeft vooral met de zeewatertemperatuur te maken, want die is op dit moment toch wel relatief hoog te noemen. Vooral het zuidelijke deel richting het Caribisch gebied, maar ook hier, het zuidwesten van Florida, worden op dit moment watertemperaturen gemeten van ruim 30 graden. Voor zo'n orkaan heb je 27 graden of meer nodig, wil zich een orkaan vormen. Nou, daar zitten dus ruim boven. Ja, als het systeem zo meteen doortrekt richting de Atlantische Oceaan, zullen we zien dat hij uiteindelijk dus ook langzaam aan kracht verliest, omdat daar het water minder warm is. En in aanraking komt uiteindelijk met een breedtegraad waar ook polaire lucht zoals bij ons zich kan bevinden. Kortom, er staat echt wel heel zwaar weer op het programma voor vooral Florida. Ja, we verwachten toch wel dat daar vele vervelende beelden vandaan zullen komen later deze week. Ik wens u toch een fijne dag.